Hoi, ik heb deze week deze drie Diamond Painting kaartenpakketten gekocht bij Kruidvat. Het zijn twee verschillende soorten zoals je ziet, want het ene soort, zeg maar, die was al te koop een week daarvoor, zeg maar. En een week geleden kwam er nog een soort te koop bij. Dus ik had geluk, want ik was wel een beetje laat gekomen. Maar deze drie heb ik nog kunnen kopen. Er waren ook nog wel wat andere te koop. Ik zal even hier wat beelden laten zien die ik dus ter plekke heb opgenomen in de winkel. Maar ik vond die plaatjes daarvan eigenlijk niet zo heel erg mooi. En die heb ik daarom dus ook niet uitgekozen. En op zich, nou ja, goed, drie leuke pakketten, dat is ook wel zat. Maar dan weet je zo'n beetje wat er op dit moment te koop is bij Kruidvat. Ik ga dit dus even uitpakken en aan jullie dus de plaatjes van de kaarten laten zien. Nou, het plaatje van dit pakket, die zie je dus ook al gewoon op de achterkant. Dus als je in de winkel bent en je wil dus even kijken hoe de kaart er ongeveer uit komt te zien, dan kun je gewoon simpelweg op de achterkant kijken. Dat scheelt dan alweer. Het gaat om ronde steentjes en dan standaard gereedschap, dus een pen. En daar zit dan ook wel een pincet bij. Ik zal even hier een ander pakken als voorbeeld. Maar die vind ik op zich helemaal niet zo fijn, omdat de punten niet echt sterk zijn. Die gaan dus heel snel opzij, waardoor je er op een gegeven moment helemaal geen steentjes meer mee kan oppakken. Dus die gebruik ik ook eigenlijk gewoon niet. Maar je hebt dus een pen om enkele steentjes te doen en je hebt een schutbakje en een wax. En dat is dus meer dan genoeg. Dit is ook een painting die je heel erg goed kan gebruiken om te oefenen met een multitool. Maar die zit dus niet bij dit pakket. Een multitool is dus een stukje dat je dan in de achterkant erin kan steken. De achterkant van een normale pen is dus altijd leeg. Maar daar kun je dus een multitool in steken om tegelijk meerdere steentjes te plakken. Maar je plakt meestal nog niet zo heel erg netjes als je dat voor het eerst doet. En dit is dus een kaart waarmee je dat dus vaak kan oefenen. En dus er steeds beter in kan worden om netter te plakken. Waar koop je een multitool? Bij sommige pakketten krijg je dus een multitool als je wel eens een Diamond Paint pakket koopt. Maar dat weet je meestal niet vooraf. Multitools kun je ook loskopen bij bol.com bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook bij AliExpress. Ik heb wel hieronder bij de beschrijving van de video wat linkjes staan, zodat je een beetje voor jezelf een idee hebt. Dan laat ik je de kaarten zien van het pakket wat je daar dan dus ziet. Op zich wel gewoon heel simpel. Hier ben je eigenlijk niet zo heel erg lang mee bezig. Het is dus echt een deel van de kaart, dus het plaatje zelf, die ga je dus beplakken. Dat noem je dan dus ook een partial painting. Je bent dus niet de hele kaart aan het beplakken. En zo kun je een beetje voor jezelf inschatten dat het op zich niet zo heel veel werk is. Stel je wil dit pakket met kinderen doen, dus je wil je eigen diamond painting doen. Nou, dan geef je dus één zo'n kaart aan een kind die ook heel graag wil oefenen met diamond painten. Het gaat dan om ronde steentjes. Daar zitten ook wel envelopjes bij voor de kaarten. En standaard gereedschap, pen, wax en een schutbakje. Dan de andere kaarten uit het linker pakket. Donut, worry. Even kijken, soms is er ook nog wat op de achterkant. Nee, niet. Hierbij zijn de kaarten een beetje misvormd geraakt. Dus ze zijn dus hebben niet meer een kaartvorm. Dus dan moet ik even de vouw opzoeken en dan weer de boel opnieuw plat drukken. You're the bomb. I believe in you. En you get me. Nou, op zich best wel grappige kaartjes. Niet heel erg veel werk. Al kijk, zie je, nu gaat dit alweer mis. Dus dit is wel even een minpunt, vind ik. Wel heel erg jammer. Dat zo dan aankomt. Kijk, hier ook weer zo. Nou. Deze kaarten zijn zo te zien niet zo heel erg veel werk. Misschien een uurtje plakken en dan heb ik ze wel af. In een andere aflevering zal ik dus het maken van de kaarten laten zien. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.